Hallo mensen, fijn dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag zijn we terug met een nieuwe Call of Duty Black Ops serie. Eigenlijk wel een oude bekende serie die ik eigenlijk op iedere COD al gedaan heb. Maar op vorige Call of Duty heb ik het niet afgemaakt omdat ik de Call of Duty een beetje slecht vond. En mijn haar zit weer echt niet prima. Ik zit te kijken en het ligt echt weer niet prima. Maar ja, daar gaat het niet over vandaag. We doen vandaag Road to Care Package Bingo op Call of Duty Black Ops Cold War. En ja, misschien kennen jullie de serie nog, maar de bedoeling is, als ik naar loadout ga, zie je hier al de score streaks in de game. De bedoeling is dus om alle streaks uit mijn care package team te halen. We gaan eens aflopen wat we nodig hebben. We hebben de combat bow nodig, de R6D, spyplane, counter spyplane, armor, sentry gun, care package natuurlijk. Kunnen we nu uit de care package halen, dat is heel logisch. Napalm strike, air patrol, artillery, cruise missile, war machine, attack helikopter, chopper gunner, fetal escort en de gunship. Ik heb al in de stream van Jan de gunship uit mijn care package gehaald, dus het is mogelijk, het is mogelijk. Maar ik heb ook een bingo kaart gemaakt, die komt nu in beeld. Dus aan de hand van die bingo kaart kunnen we natuurlijk weten wat we nog nodig hebben. Dus we gaan er niet veel te veel doekjes om winden, we gaan gewoon nog naar een potje Domination. We zijn aangekomen in een Domination potje op de map Armada. Er is één klein minpuntje aan deze serie nu. Het duurt 90 seconden als je care package is haalt. Het duurt 90 seconden voordat je een nieuwe care package kan gaan halen. Er zit namelijk een cooldown op de streaks, dus dat gaat een tikkeltje moeilijk worden. We kunnen ook minder care package halen in een potje. Ik heb de vlag nog niet, nu wel. Moeten we dat in de gaten houden, dat we waarschijnlijk minder care packages halen dan anders in andere Call of Duty's. Maar het is ook 2000 punten om de care package te halen. En dat wil dus eigenlijk zeggen, per kill haal je 100 punten ongeveer. Dat wil dus zeggen eigenlijk dat je 20 kills moet halen voor een care package. Maar het voordeel is dan wel weer, je mag doodgaan in die tijd. Dus we moeten even zorgen dat we 2000 punten kunnen krijgen. We kunnen dat ook doen door middel van vlaggen te pakken natuurlijk. En ze zitten knoeihard te campen. Ik heb nu nog geen één enemy in het midden gezien. Dat is nu een beetje het probleem van Call of Duty. Veel mensen zitten te campen. Dat komt door skill-based matchmaking. Normaal gezien zou je tegen pro's moeten uitkomen dan. Maar je komt gewoon uit tegen dikke campers die hun kadoe hoog willen houden. Dus ik kan niet veel op dit moment doen. En dat is wel een groot probleem eigenlijk. Ik hoop dat ze een beetje losser gaan komen en een beetje normaal gaan. Maar zoals het er uitziet, dat gaat niet heel veel worden. Dat gaat niet heel veel worden. Ze zitten nu wel op B. Ik hou 0 om 3 en nu, maar ja, ik kan er niet veel aan doen. Je kan het zelf zien hoe de enemies zitten te spelen. En dat is niet echt heel fijn. Maar eerst kill is binnen. Oh, en ze gebruiken dus. Dit wordt een rage potje volgens mij. Ze zitten te campen. Ze gebruiken de eerste shotguns die je maar kan hebben. En echt waar, dat is gewoon echt niet fijn. Oh jee. Ik vraag me dan af, hoe kan je zo spelen? Is toch gewoon niet meer leuk om te spelen zo? Oh. Zo, die is dood. Ik kreeg by the way 50 punten per kill. Ik heb het nog mis zien. Dus het wordt nog moeilijker. Oké, die hebben we wel. Geef me even die FFI'er. Ik heb hem even nodig. Zo, ik moest hem even gebruiken. Volgens mij zit er hier in boven. Oké, teammate is er waarschijnlijk. FFI'er, we gaan terug campen. Oh shit. Oh, dat gaat niet goed. Met die FFI'er kan ik net iets verder gaan schieten dan met mijn MP5. Dus ik ga even die gebruiken. Oké, we gaan gewoon campen. We gaan gewoon terug doen wat ze doen. Zo, 5 streak. Op een hogere streak je zit. Ik ben gestart. Oké, dat is karma. Op een hogere streak dat je zit, hoe meer punten je krijgt per je kill ook. Dus als we op streak gaan, bijvoorbeeld gaan op 10 streak, krijg je misschien dubbel zoveel punten.
We halen ook dubbel zo snel onze streaks. Dus daar moeten we ook op letten, dat we een beetje streak opbouwen. En dan kunnen we sneller onze care package halen. Ik dacht dat hij daar zat. Ze zitten hier. Oh, daar hangt zijn ammo cache. Ze zitten hier nog hoor, ze spannen hier, maar volgens mij hebben ze ghost aan. Een losing alpha? Oké, we pakken dat C. Als we C pakken, heb ik mijn care package. Onze eerste care package van het seizoen, kom op. We moeten hem halen. Volgens mij gaan ze hier spannen. Ik zet mijn field mic hier voor zich. Ik zei dat ze hier gaan spannen, hè. Oké, we hebben onze care package. Oké, we gaan even naar achteren. Eerste care package van het seizoen, kom op. Wat kregen we? Wat kregen we? We kunnen natuurlijk onze care package switchen. Ik heb een engineer aanstaan. Dus dat gaat ons zeker helpen met verschillende streaks uit onze kist te krijgen. Als we een streak hebben die al hadden, kunnen we natuurlijk die switchen. We hebben een attack helikopter. Hey. Nee, nee, niet meer roepen. Wat een kanter, fucking kanter. Oh my fucking god. Hij is gewoon dat de secondary aanstaan. Ik zet een pistooltje aan als secondary en meneer zet de shotgun aan. Roep ik mijn attack chopper in. Ik ben echt zo een mogol. Oh, we konden hier zo'n groot voordeel uithalen. Ja, dat is nou weer een beetje jammer eigenlijk. Maakt niet uit, de wereld vergaat ook niet. De wereld vergaat niet, jongens. Het is maar een klopje. Zo, volgens mij liep de game niet soepel bij mij daar. Maar ik zat hem vol te raken, ik kreeg niet eens een hitmaker. Ai. Ja, nu duurt het 90 seconden voor we een nieuwe care package kunnen halen, sowieso. Maar ik weet dus niet of we wel al de punten kunnen halen. Of dat 90 seconden duurt voordat je de punten erbij krijgt per kill. We zitten daar weer allemaal te kijken. Ik zie field mics. Oh my fuck. Dit is echt zo schandalig in sommige mensen. Oh jongens toch. Zit hij daar met een shotgun te campen? Nou ja, moet kunnen. En volgens mij is het er nog steeds. Is het er gewoon nog steeds, jongens. Ik ga hem pakken, ik zweer het je. Nu komt het moment dat hij doodgaat. 3, 2, 1. Dat was te vroeg. Hij zit er niet meer. Ze hebben field mics. Zo, die is dood. Teammates, ze hebben field mic hier staan. Buiten. Dus ze kunnen ons gewoon volgen. Daar staat de field mic. Ja, ze gaan... Ja, ik ga hier weg. Ik ga hier weg. Geef me die AK even. Volgens mij komen ze nu pushen. Ik hoor ze namelijk heel dicht. Dat is een teammate voor. Oké, we hebben er nog één. Ja, we kregen natuurlijk al onze punten erbij. Dus als je scorestreak haalt, kan je weer de streak halen. En dan de 98 seconden kan je maar inroepen. Volgens mij, zo werkt het systeem. En we zijn weer dood. Ze zijn echt knijterhard te campen. Ik hoop wel dat ik een tweede care package kan halen. We gaan 16 om 11, dat is ook niet echt heel bijzonder, maar tegen deze mensen, dat is niet echt heel makkelijk. Losing B, heb je hem? En hoe zat hij me nou op te wachten? Oh. Dat kan ook. Even kijken, waar zit hij? Ik heb ook nog altijd mijn field mic niet. Puur omdat ik te traag ga om in te halen. Zo, de knetter, jongen. Oh, partijtje. Campers. Zit er hier een? Helemaal. Oh nee, zit hier die mensen dieper langs? Staat die field mic staat daar nog steeds? Die moet kapot, want anders kunnen ze ons heel tijd volgen. Ik heb mijn field mic ook bijna. Ik heb hem niet. Zo, wacht. Nu wordt het druk. Nu wordt het druk. Eentje loopt via ander, twee lopen, drie lopen via ander.
Die zijn dood. Een field mic is ook dood. En een spy plane. Eentje komt via de container en ik schiet alles mis. Nou. Nog 900. We kunnen nog een care package halen. Een derde care package zal mogelijk worden. Sowieso. Ja, en dat gaat weer dood. Echt waar. Dit is echt veel lastiger deze serie dan op andere Call of Duty's. Met die cooldown. Normaal ga je 5 streken en dan heb je hem. Kut. Hoezo spawnen ze daar allemaal? Oh, teammate zit aan te pakken. Wacht. Geef me even die punten. Geef me even die punten. Zo, 200 punten erbij. Nice. Dat telt goed bij. Zitten ze hier allemaal voor me? Wacht, even een granaatje. Koeken. En gooien. Kom dan. Kom dan. Ik weet hij gaat komen. Ik weet hij gaat... Oké, kom dan niet, hè. Hoezo? Die vent bleef gewoon doorschieten. Ik wil nog mijn care package halen. Kom op. Hoeveel punten moeten we nog? 300. Ja, ik denk niet dat dat nog gaat werken. Ik denk niet dat we nog een care package kunnen halen. Het potje gaat ook veel te snel voorbij. En ze zitten allemaal te campen. Dat maakt het echt... Volgens mij hun gecamp, dat... heeft het allemaal niet mogelijk gemaakt. Ai. Ja, nee, één care package. Wel een beetje jammer. Maar daar kan ik niet veel aan veranderen. Ik kan er echt niet veel aan veranderen. Het komt door de enemies. Ze zitten echt knijterhard te campen met shotguns. Het komt ook door de moeilijkheidsgraad van deze serie in één keer. Met die cooldown en met die punten die je moet halen. 2000 punten voor een care package. Echt heel, heel, heel veel. Dus we hebben maar één care package gehaald. We hebben natuurlijk wel een hele hoge streak gehaald. Dat maakt het wel een beetje beter. Dus we zijn zo snel mogelijk terug met een nieuwe aflevering van deze serie. Hebben jullie genoten? Dus zeker een duimpje omhoog. De bingo kaart is aangevuld. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Yo, yo.